Kawasaki H2SX, dit is de SE-versie, die is nog net eventjes wat uitgebreider dan de gewone. Heel veel informatie, dus we gaan gelijk eventjes kijken naar wat er allemaal te zien is. Opstartscherm, ook altijd spannend, we hebben echt onwijs veel informatie. Duidelijker is naar de toerentellen, hier zo snelheid enorm groot, versnelling, tijd, maar dit is allemaal te fine-tunen en dat zullen we even laten zien. We hebben hier de knop voor de powermodus. En voor dat display, ik ga er even snel doorheen, als ik hem langer ingedrukt hou, dan gaat de power knipperen en dan kan je hem dus instellen in full power, medium en low. Nog een keer langer ingedrukt, dan staat hij weer goed. Traction control, dat is deze knop, langer ingedrukt houden en uit. Als we hem kort indrukken, dan zien we hier beneden het verschil met de tripmeters en de hellingshoek, want hier zit een IMU in en die kan alles bijhouden. Dat wordt straks nog spannender, maar daar komen we straks aan. Maximum wordt ook aangegeven. De onderste laten we hier de boost zien. Dat is standaard 100%. En hoe meer gas je geeft, hoe meer erbij komt. Dat is dus echt gewoon wat de compressor zelf doet. Hij staat nu allemaal uit. Even kijken, laten we die langer ingedrukt. Dan gebeurde er even niks, maar dat is ook niet erg. Dit is de cruise control, bekende drie knoppen. Reset voor de tripmeter. En dan gaan we naar de rechterkant, want hier zit dus de modusknop. En daarmee kan je onderweg met een korte druk kan je hem wisselen tussen nacht- en dagstand. Maar het wordt wel echt leuk als we hem nog langer ingedrukt houden. Dan komen we bij de verschillende instelmogelijkheden. Dan kunnen we weer naar links doorheen te scrollen. En eigenlijk heb je nu twee handen nodig, want wil je zoiets selecteren, laten we de brightness eens een keertje nemen. Dan moet je dus aan de rechterkant zijn. En dan weer met links kan je plussen en minnen. Zoals je ziet. Langer ingedrukt houden, gaan we weer terug. Maar we willen nog meer zien. Display modus. Even kijken, daar gaan we straks aan. Shift lamp, dat is gewoon dus het schakellampje. Kan je aan en uitzetten. Wacht eventjes, we zetten hem wel eventjes aan. Want dan zien we daar zo dat hij werkt. Toeren tellen, je kan het aantal toeren instellen. Engine braking, dat is dus de motorrem, kan je op lichter en zwaarder instellen. Quick shifter kan je aan en uitzetten. Cornering lights, dat zijn de lampen in de zijkant. Alleen voor de SE in dit geval. Klok spreekt voor zich, datum spreekt voor zich. Dan gaan we nu naar de display mode, want dat wordt helemaal spannend. Eventjes bevestigen. Touring is nu. En sport 1, 2 en 3 die variëren niet zoveel. Maar het verschil tussen touring en sport is wel zo groot dat we nu ineens dit soort dingen zien. En als we dan hier naar kijken, dat is dus ook gekoppeld aan die IMU. Als je remt gaat die naar die kant, als je gas geeft gaat hij naar die kant en dan krijg je van alles te zien. Als we nu weer aan de linkerkant de menu's bekijken, dan heb je dus hier zo je hellingshoek en hier je acceleratie en je rem. En dan wordt het pas echt leuk. Deze is ook trouwens in zwart en in wit verkrijgbaar. En zo heb je dus het hele menu gehad. Er is genoeg om mee te spelen, er is zelfs nog meer. Er zit ook nog launch control. Ik zal dat in de beschrijving zal ik erbij zetten hoe dat precies werkt. En dat was het eigenlijk. Dus als we hem nu uitzetten, krijgen we nog eventjes een mooi Kawasaki logo. En hebben we het gehad.